Vandaag spreken we over de kadernota 2225, waarin we vooruitkijken naar het Veenendaal van de toekomst. Wij danken het college en de ambtelijke organisaties voor de goede voorbereidingen. We kennen Veenendaal als de bijenstad van Midden-Nederland. En onze gemeente heeft dan ook iets van het ambacht en de nijverheid die we herkennen in dat bijenvolk. Wij werden daarbij bepaald tijdens onze mooie werkbezoeken van de afgelopen tijd. En dan nu, de kadernota. Het is bijzonder om die kadernota te lezen die minder beleidsvoornemens kent dan de beleidsarme kaderbrief van vorig jaar. De voorstellen die er wel zijn, die kunnen eigenlijk alleen worden aangenomen als we ervan uitgaan dat de beschikbare middelen vanuit het Rijk met 2,1 miljoen zullen toenemen. Dat vinden wij een risicovol wat-als-scenario. De voorstellen voor extra geld voor cultuur, maar ook voor extra personele inzet op participatie, onderwijs, huisvesting en WMO, zijn hier dus van afhankelijk. Dat vinden wij als CDA een riskante manier van besturen en ondernemen. Wat het CDA betreft zetten we in op 3 belangrijke punten. Ten eerste, sociale veiligheid voor iedereen in Veenendaal. Ten tweede, ervoor zorgen dat echt iedereen meedoet. Geen woorden, maar daden. En ten derde, een duurzame lokale economie. Allereerst, hoewel Veenendaal steeds veiliger wordt, zien we het aantal straatroven, bedreigingen en overvallen stijgen. En daardoor wordt het gevoel van veiligheid minder. Sociale veiligheid vraagt om inspanningen voor ons als gemeente. Wat het CDA betreft houdt dat dus niet op bij camera's of mooie graffiti. Wat ons betreft beschrijven we in ons veiligheidsplan concreet welke maatregelen we nemen. Vooral om die veiligheid rondom tunnels te verbeteren. Daarvoor komen wij met de motie. Ten tweede wil de CDA-fractie dat het raadsprogramma Iedereen doet mee meer handen en voeten krijgt. Dat blijkt wel uit onze werkbezoeken, maar ook uit onze voorstellen rondom inclusiviteit. Geen mooie woorden, maar daden. Bij deze kadernota komen we dan ook met 2 voorstellen. De eerste, die de gemeente oproept proactief te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een sociaal ontwikkelbedrijf in een nieuwe stijl. En verder stellen we voor dat we met alle vrijwilligersorganisaties in gesprek gaan. Specifiek om vooraf het integraal beleidskader sociaal domein te evalueren. En dan ten derde, onze lokale economie. Een sterk herstel van onze binnenstad. Wij zien een mooie toekomst voor ons centrum, maar dat betekent dat we een andere kijk moeten ontwikkelen op onze binnenstad. Wij zijn zoveel meer dan alleen maar winkelstad. We zijn leefstad, we zijn ook leerstad. We zijn ICT-stad, maar ook die bijenstad. Veenendaal is als die nijvere bijenkorf, waar je ondernemers en bewoners niet moet betuttelen met regelgeving, maar moet voeden en kansen creëren. Ik wil afsluiten met onze visie op een leefbaar Veenendaal. Wat is er mooier dan de groei van onze woonplaats bij de geboorte van ieder kind te vieren met een symbolische, maar ook echt fysieke boom. De babyboom. En daarmee maken we Veenendaal weer de groenste stad van Europa en besteden we positieve aandacht aan ieder kind dat onze gemeente rijker wordt. Beste collega's en kijkers, u heeft kunnen horen wat het CDA belangrijk vindt. Wij hebben dan ook een sterke visie over de toekomst van Veenendaal en gaan daar graag over met u in gesprek.